Dan gaan we nog even naar de Witte Steen op Ruiver, want daar vond je afgelopen zondag het sledehondenrennen plaats. Sledehondenraces, die verwachten ze normaal ergens in een dik pak snee. Maar ook zonder een witte ondergrond is een sledehondenrace heel goed mogelijk. Dat bleek afgelopen weekend bij de Witte Steen in Ruiver. Daar was de sledehondengemeenschap neergestreken, want zo mogen ze deze club wel nemen. Ze treffen elkaar door het ganse land. Maar het leefste in de wintermaanden natuurlijk ergens waar een dik pak sneeuw ligt. In de zomermaanden is het in Oslijn zelfs te warm voor de hondjes om te mogen rennen. En ze haaien er zin in. Rondom de Witte Steen, langs de grens op, was een flinke trail uitgezet. Aan de start spreken we met de man achter de organisatie van de sledehondenrace in Ruiver. Het is eindelijk zover, hè? Eindelijk weer sledehondenraces in Ruiver. Dat is toch niet voor het eerst hier, hè? Nee, dat is niet voor het eerst. De laatste keer was in 2003 en nu starten we weer, 13 jaar later. Is het fijn om hier weer terug te zijn? Tuurlijk. Ruiver is traditie, het hoort erbij. Ja, mooi parcours ook hier? Hele mooie parcours. Alles is super, mooie brede trails. De teams allemaal zijn tevreden. Alles is goed. Wat kunnen de mensen hier vandaag zien? Want we zien een beetje diverse onderdelen. Het zijn diverse onderdelen. Vanmorgen zijn ze eruit gegaan met een step 1 hond, step 2 honden en een 600 team. Maar nu gaan we dadelijk starten met de 400 klasse. Daarna komt de 600 klasse en dan de 800 klasse. Ja. Gaat het op tijd of waar wordt op gemeten? Het wordt alles op tijd gemeten. Ja. De snelste wind? De snelste wind. Dus dat wordt spannend vanmiddag? Dat wordt spannend en nu gaan we beginnen.